We hebben goed gekend. We hebben alles goed op papier staan, dus we willen er tegen vanavond. De rally in de Subaru en hij is nog steeds niet echt constant genoeg, maar soms heel erg snel. En als hij dat een beetje uit kan bouwen, dan en hij krijgt de tijd, want het is natuurlijk toch een dure sport. Hij krijgt de tijd om nog verder te groeien. Ja, dan heeft best kans in de grote rally dat hij misschien toch op gaat vallen. Maar dat kan met dit weer, we hebben nog 24 kilometer te gaan. Dus dat is nog geen halve seconde de kilometer. Dus het is. Drie minuten langer in een wolkbreuk gezeten. Dan als je dan met 190 km per uur recht uitrijdt, die één waas van water op je raam, dan zie je gewoon niks meer. Nou, wij zelf ook niet. Dus het ging hartstikke lekker. Wat ik al voorspeld dat, kijk, als het donker wordt en het gaat regenen, dan zijn we helemaal in ons element. En dat ging gewoon hartstikke goed. Mario Rocco wat terug, wat tijd teruggepakt heeft. We hebben daarna zelf weer wat tijd teruggepakt van op Rocco. En op de einde laatste proef stond toevallig op precies hetzelfde punt. Waar we vorig jaar de bakkenpot hadden, hebben we nu een lekker band. En dan moesten we de complete ene laatste proef van staan mee rijden. En nou, dan verloren we 30 seconden mee. Oftewel onze voorsprong. De laatste proef zijn we 10 seconden sneller als Mark. Ja, want het is één glijpartij. Je glijdt van de ene in de andere bocht. En, Yeah.